Riemst bouwt mee aan het collectieve geheugen van Wereldoorlog 1. Op 28 juli is het precies 100 jaar geleden dat de Grote Oorlog uitbrak. Om dat te herdenken krijgen alle 26 oorlogsmonumenten in Riemst een grondige opknapbeurt. Na een inventarisatie van alle oorlogsmonumenten hier in Riemst, die ons herinneren aan Wereldoorlog 1 en Wereldoorlog 2, zullen we deze gedenktekens renoveren waar mogelijk, maar in de eerste plaats opsmukken. Deze monumenten zijn belangrijk. Wij bevinden ons hier trouwens aan de brug in Vroenhoven, waar de Wereldoorlog 2 ook uitbrak. Ook in Riemst is het nieuwe bedrijventerrein een succes. De gemeente zoekt wel nog altijd ondernemers die er zich willen vestigen. Het is wel zaak om snel te zijn, want heel wat bedrijven vonden er al een nieuw onderkomen. Afgelopen weekend zijn wij ingetrokken in ons nieuw pand op de ambachtelijke zone van Op het Reek, uitbreiding. Wij hebben dit gedaan omdat wij op onze vorige locatie met 15 mensen echt nood hadden aan meer ruimte. En wij hebben die kans aangegrepen om dit nieuw pand te betrekken. Mooie prijs, mooie gebouwen. Als ondernemer kun je dit gewoon niet laten liggen.